zo tegen 2010 begon mijn hand tekenen te vertonen van wat focale dystonie heet. Toen heb ik besloten om met mijn linkerhand door te blijven spelen, omdat ik toch te veel pianist ben om het optreden en het spelen helemaal links te laten liggen, om het maar zo te zeggen. Vond ik allerlei informatie over zeer boeiende en weinig gespeelde kamermuziek. Met name geschreven voor Paul Wittgenstein. Ik heb eerst klarinetist Lars Wouters van den Oudeweijer gepolst of hij dit een interessant project vond, misschien om maar mee te werken. En hij reageerde meteen enthousiast. En hij kende ook namelijk een interessant goed strijktrio, het Prisma-trio. En dat heeft hij dus namens mij gesproken. En men bleek allemaal heel erg geïnteresseerd te zijn in wat ik aan muziek gevonden had en om dit weer tot leven te brengen. Paul Wittgenstein was een telg van een Weense schatrijke familie. Want zijn vader was een staalmagnaat en had daar echt een fortuin mee verdiend. En Paul was van oorsprong voorbestemd om pianist te worden. Hij heeft ook in de Wiener Muziekverein heeft hij vlak voor de Eerste Wereldoorlog zijn debuut gemaakt als gewone pianist, zou ik willen zeggen, tweehandige pianist. Maar toen hij besloot aan de oorlog deel te nemen in 1914, toen sloeg het noodlot al vrijwel meteen toe. Hij werd door een sluipschutter geraakt aan het front en hij moest meteen zijn rechterarm helemaal laten amputeren. Wat natuurlijk een nachtmerrie is voor elke pianist. Maar Paul Wittgenstein was ook behept met een enorme, mag ik wel zeggen, koppigheid en stugheid in zijn karakter. Wat hem ook wel opgebroken heeft vaak, maar wat er ook toe geleid heeft dat hij dus koste wat kost door wilde gaan met zijn ene overgebleven hand. En dat heeft hij dus gedaan. Hij heeft zijn familie fortuin, zijn deel van het kapitaal, gebruikt om vooraanstaande componisten uit zijn tijd werken te laten schrijven voor hem. En het bekendste voorbeeld is natuurlijk wel het pianoconcert voor de linkerhand van Ravel. Maar er zijn ook heel veel andere pianoconcerten, solostukken, maar ook dus heel veel kamermuziekstukken. En die laatste categorie is eigenlijk helemaal ondergesneeuwd geraakt. Er zijn denk ik meerdere redenen waarom die composities voor Paul Wittgenstein zo in de vergetelheid zijn geraakt. En een daarvan was ook weer parallel aan de koppigheid van Wittgenstein, ook zijn bezitterigheid. Hij heeft, zoals hij het zelf omschreef, je laat niet een huis bouwen zodat een ander erin kan gaan wonen. En daar bedoelde hij mee, ik betaalde die componisten zodat ze stukken voor mij gingen schrijven. Dus daarna zijn de stukken ook voor mij. Dus hij bedong ook steeds dat hij het alleenrecht had om die stukken uit te voeren. En heeft ze vaak ook na hun première gewoon in zijn eigen la, in zijn eigen archief achtergehouden, waardoor ook niemand anders ze kon spelen. En dat heeft hij zijn hele leven eigenlijk blijven doen. En helaas, tegen zijn wil in, heeft ook nog zijn toen hij eenmaal overleden was, heeft zijn weduwe, die een stuk jonger was, heeft de muziek ook nog eens 40 jaar achter slot en grendel bewaard. Dus er zijn heel veel stukken die ook het licht niet meer konden zien nadat ze door Wittgenstein zijn uitgevoerd. En de tweede reden is wellicht dat het gewoon ook heel erg
complexe muziek is om te spelen met één hand. Het is ook niet, je fietst er niet zomaar even doorheen. Het is echt, een hele klus om dit voor elkaar te krijgen. Maar het is een extra stimulans voor mij om dit te doen. Juist omdat het ook een muzikale en technische uitdaging van mij vormt om dit tot een goed einde te brengen. En het dus ook eigenlijk een wereldprimeur is om deze stukken integraal aandacht te geven. Ja, ik voel me bepaald niet achtergelaten met tweede of derde rangs repertoire. Het is gewoon nog steeds fantastische muziek.